Welkom beste kijkers. Deze keer hebben we voor u de volgende items. Een IVN-wandeling door de Groenlanden. Hoe maak je simulemies? Maar eerst, kinderen uit groep 8 van basisschool Bredeweg waren op bezoek in onze studio. Zij werden wegwijs gemaakt in het maken van programma's. Voor de straat. Voor iedereen. Altijd en overal. Omroep Bergendal.nl. Berg en Dal. Oké. Goedemorgen, Omroep Bergendal met Maria. Omroep Bergendal, goedemorgen met Pie. Goed zo, bedankt voor het bellen. Oké, nou. Kom maar binnen, even allemaal. Als dat lampje aan is, dan horen ze jou. En als dat lampje aan is, rood, dan horen ze jou. Hier kun je dus een programma maken, opnemen, maar ook uitzenden. Het verschil tussen een programma opnemen is dat je het van tevoren maakt en dan op de computer zet. Net als vroeger op een cassettebandje, zeg maar. En uitzenden, dan doe je het rechtstreeks, live. Goed, het is 3 minuten over 10:30. Inmiddels heb ik dus bezoek gekregen van 2 jongelui van groep 8. Goedemorgen jongelui, en wie heb ik hier voor me zitten? Begin jij maar eerst. Ik ben Lars Voren. En jij bent? Steven van Doorn. Wat je hier ziet, dat is ook weer allemaal computerwerk uiteraard. En daar zitten allemaal liedjes in. Daar zit een tunetje in. Weet je wat een tunetje is? Een herkenningsmelodie. Wat denken jullie van de omroep? Ja, ik luister best wel vaak radio, maar ik had nooit gedacht dat het zo ging. Nee, ik had echt gedacht dat je in zo'n klein hokje zat en dat je dan niet als zo heel veel omheen zat. Zo. Nou, jij was een beetje technisch, hè? Druk maar eens op deze knop. Die rode? Die rode. De Franse slag. Frans Willems. Kijk, het laatste plaatje wat ik hierin heb gezet is Tardenje van de Bran. Dat is een carnavalsliedje. Ja. Jullie verstaan een beetje Groesbeeks? Ja. Goed zo. Is er nog iemand die even een jingletje wil starten of zo? Jij? Ja? Daar staat D. Dus dan moet je D openzetten. Ja. Dat is wel makkelijk. Want de mixer, dat is zoals u weet een muziekprogramma. We hebben daar ook een spelletje in, dat heb ik al aan de luisteraars doorgegeven. En een van jullie twee, die mag eventjes de herhaling van het spelletje oplezen. Wie durft daaraan? Welke plaats naam zoek ik vandaag? De oplossing is, de eerste is loop ik, de plaats. En de tweede is klas, daar moet je tussen staan. Ja. Hallo, met Omroep Bergendal. Dan mag je dit niet gaan zitten. Geef dan. En dan valt het allemaal in. Oké. Okay. Ja, mag je dat ding? Oké. Okay. Wat is uw naam? Ja, dat is goed. Klasse. Hoe heet u? Weet u de oplossing? Het zand. Het zand. Is goed. Ja, het is. Even handschoenen aan. Ja, en Klasse 2. Klasse is goed. Ja, dat is goed. Wat was uw naam? Ook alweer. Jan. Sorry mevrouw, het is fout. Ja, bedankt voor het bellen. Doei. Doei. Een IVN-wandeling, oftewel struinen voor kinderen in de Groenlanden te Ooi. Dat is Sjanne en ik ben Hilbrand. Wij zijn jullie gidsen vanmiddag en we gaan de Groenlanden in. Oh, dat is mooi. Ik zie hier diersporen, jullie ook?
Hé, hey, wat zijn dat nou? Wat is dit hier? Paardensporen. Ja, hoe, maar hoe kun jij zien dat dat een paard is? Een paard heeft één hoef. En een koe heeft zo twee, zeg maar. Dit is van een runderen. Maar van wie is dit? Van paard. Dat is van een paard. Goed zo. Weten jullie hoe ze heten? Ik heb een mooie kaart. Wie pakt de kaart en zoekt even op? Van hoe deze grijze heet en hoe die gele heet. Denk dat het grijze is. Ik denk deze drie. Kijk maar eens even op de achterkant. Die nummertjes die erbij staan. Zie je, dit is 13, deze hè? Ja. Nou, en dan kun je hier zien dat het... 13 is gewoon schildmos. Zie, zo kun je dat opzoeken. En dan zie je dat er hier mooie gele zijn en grijze. En er zijn nog veel meer soorten. Maar weet je hoe deze besjes heten? Nee. Hoe deze struik heet? Zie, wat zit hier aan? Doorn, daar heb je al de helft van de naam. De doornstruik? Nee, meidoorn. Wanneer gaan we de Ja, we gaan zo wel... Paardenpoep. Gaat zijn. Heel, daar ligt ook piepklein poep. Nee, het heel netjes uitzien. Zie je, wat waarom zou het dan geen konijnenhol zijn? Ja, kijk, ze zitten alleen. Konijnenhol, wat zie je bij zo'n konijnenhol vaak liggen? Poep, ja, mooie korreltjes, hè? En die zie je hier niet. Moet je maar eens even goed kijken wat daarin zit. Zie je, dit zijn zaadjes, hè? Lijkt op veertjes. Weet je hoe die heet? Nee. Bosrank. Dat is een zaadje weg. Zo. Echt? Oh, de meiden die zijn daar foto's aan het maken, dus dat is goed. Ja, we hebben al heel kijk. Eeuw! Appen, er poep lopen! Dan kun je goed zien wat er allemaal loopt. Hallo, hallo, wie is daar boven? Hallo. Alles is goed. Alles voor je kop. Dus daar het ooievastnest, dan gaan we daar straks naartoe. En wat zien we daar ook? Maar ik vind het vreemd dat we wel poep zien van paarden, maar geen paarden. Heb jij veren gevonden? Aha. En wat voor vogel zou het daar zijn? Buizerd. Zou het ook fazant kunnen zijn? Wie Ander heeft dit punt. Opgegeten, denk je? Ander punt. Die een kant. Vogel of een vos? Een vos. Een vos die bijt het er altijd af en de vogel die trekt het er altijd uit. Dat maakt niet uit. Zou gewoon doorlopen. Ja, het is dus prikkelig. Doorlopen. Zie, dit was vroeger voor de slager, hè? Dus deze pinnen. Maar nu gaan we eerst chocolademelk drinken. Niet eerst boven. Ja, mogen wij de ooievaarsnest inklimmen? Nou, in ieder geval jij niet. Jij bent niet zo nee, ja, iets schudden, hè? Of niet? Dat is lekker schudden. Weet je, onderscheid moet je zien. Jij hebben? Of heb ik de bekertjes nou op? Ik heb nog wel. Dit soort heb ik niet nodig. Ik gooi die op de straat. Nog niet? Nee, nee. Oh, nee. Ik ga jou niet vergeten hoor. Nou, je hoeft niet meer. Ja, wie nog een klein beetje? Oh, met chocola had ik gekozen. Er zijn maar één en heb ik niet. Wat is terug? Ja! Ik ga dadelijk. En in het water springen. Dan kun je zien dat de koeien en de paarden die gaan hier drinken, hè? Een drinkpoel. Hier weer naar boven. Mag je daar naartoe? Dan gaan we nu weer naar boven, ja. Ik ga erbij. Ja, ik ga erbij. Ik ben eigenlijk, je kunt er via de andere kant uit.
Oh, nou, probeer maar. Hele wervelwind. Ja, dat was een losse takkast. Hier zijn heel veel moeilijk. Ik nager. Zo, dat sporen zijn. Ja, zo een spek. Waarom doet die spek dat eigenlijk? Om een beetje te komen. Ja, dat zijn die kleine gaatjes en waarschijnlijk van die beestjes die hij zoekt. Zou het niet? Ja. Ja. Hey, hebben we ja, samen komen we er wel uit, hè? Samen komen we er wel uit. Ja. Dus in de 50er, 60er, 70er jaren hadden we de Koude Oorlog. En toen wilden ze Nederland beschermen. Ik weet nee. Het de oorlogswinter. Ja, dat is iets anders. Dat is iets anders. Maar toen dachten ze hier in Nederland van wij moeten die Russen tegenhouden. Want als die met die tanks hier komen, ja, dan moeten ze niet naar het westen van het land. Dus hebben ze hier een heel bunkercomplex gemaakt. En dan wilden ze een IJssellinie maken. De IJssellinie. Dus dan gingen ze alles vanaf hier, van Nijmegen tot Zwolle, onder water zetten. Dus dan konden de Russen met de tanks er niet doorheen. Omroep Gelderland maakte enkele jaren geleden in Groesbeek een reportage over het maken van simmelemis. Dat is bewaard in het Groesbeeks filmarchief. Wij gaan simmelemis koken. Dat is een Groesbeekse soep, kan je wel zeggen. Het wordt ook wel het dwars door de tuin genoemd, dwars door den hof. En je begint met ribkes, bovenpoot zit hierbij, maar je kan ook spekswoertjes gebruiken. Dat werd vroeger gedaan omdat de mensen gewoon hartstikke arm waren. Dus er werd gebruikt wat ze hadden. Daar wordt bouillon van getrokken. Daar komen in witte bonen, die worden in water ingeweekt. Dat duurt 8 uur. En die moeten ook nog 1,5 uur meekoken, dus daar moet je echt even op letten. Dan komt er in knolselderij, wortelen, boontjes, dat gebruiken wij nou, maar je kan gewoon dat gebruiken wat je zelf wilt gebruiken. Aardappelen, uien, prei en gort kan er ook in. Dat maakt de soep wat dikker en dat was vroeger heel belangrijk als je namelijk alleen maar een beetje wortel had en wat aardappeltjes. Dan was het ook belangrijk om die soep wat stevigheid te geven en daar kwam de gort bij. En voor de rest nog gewoon selderij erin. Dwars door de tuin of dwars door den hof, zo werd het vroeger genoemd. Je nam gewoon dat wat je in de tuin had en je kan nu ook zeggen dwars door de supermarkt. Je pakt gewoon dat wat je lekker vindt en dat kan allemaal in de soep. Eigenlijk is het niet zo bijzonder. Het is nou, vind ik dus wel natuurlijk. Hè? Je hebt erwtensoep en je hebt bruine bonensoep. Maar dit is echt een hele goed gevulde, je zou kunnen zeggen, het is een goed gevulde groentesoep. Maar het is toch wel heel bijzonder. Ja, ik had een idee. Hoeveel? Iedereen, hè? Weet niet, Gilly. Hè? Dus dat zijn dus... Schorken. 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 Dat moet ik aan doen. Ja. Ja. En jullie zijn de Sismennekes. De Sismennekes. We zijn lid van een club en die heet Sismennekes. Het is een dialectzanggroep. Is in 1980 opgericht. Jan de Goeie kwam toen met een tekstje en die zei tegen mij: God, kun je daar een liedje op schrijven? En zo is het begonnen. En de naam Sismennekes is natuurlijk een beetje een maffe naam.
maar hij komt uit een lied van Anton van Doren, de vroege accordeonist bij de Sismiennekes. Hij had een lied gemaakt, komt dat woord ervoor. En wij vroegen toen, ja, wat betekent dat eigenlijk? En dat bleek een citroentje met suiker te zijn. Maar heeft deze recept, heeft die een bepaalde betekenis voor jou? Nou, mijn moeder kookte het niet zo vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Wel eens. Maar ik vind het wel heel lekker, want als wij een dialectavond hebben, die hebben we één keer in de twee jaar, echt een uitverkochte dialectavond hier in Groesbeek. Dat doen we dan samen met dialectgroepen uit Duitsland. Die komen er dan bij en dan hebben we een avondvullend programma. En na afloop hebben we simulamies voor iedereen. En dat is dan toch heel speciaal. Gelders gerecht of een Groesbeekse gerecht? Nou, ik ken het als Groesbeeks gerecht, maar ik weet dat het in Duitsland, vooral hier over de grens, ook gekookt wordt. En dan heet het quer durch den Garten, dus ook weer dwars door de tuin. Kom je eigenlijk aan deze recept? Ik had een winkel en daar had ik een advertentie in de krant staan. En ik wilde dus ook oude recepten hebben. En toen ben ik in Groesbeek rondgegaan met mensen en heb ik dus wat recepten opgevraagd hoe het werkte. Om het te bewaren voor later. En dan ben ik gaan praten met die mensen en dan ben ik voor dit recept, dus voor de simulamies, ben ik terechtgekomen bij Marie de Kappers. Dat is een bijnaam. Ik heb allemaal scheldnamen, dus bijnamen. Marie de Kappers, die was getrouwd met de Vlodder. En die heeft me dit recept verteld. Groesbeekse dialect, hoe belangrijk is dat? Ik vind het Groesbeekse dialect een heel belangrijk dialect. Heel uniek ook, dat zeggen ze natuurlijk allemaal en dat klinkt behoorlijk chauvinistisch. Maar als je kijkt hoe Groesbeek ligt, namelijk de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek, de bossen tussen Mook en Groesbeek, die hebben ervoor gezorgd dat Groesbeek heel geïsoleerd is blijven liggen. Aan de andere kant ligt Duitsland. En om één voorbeeld maar te noemen, de gerekte eeklank, die komt in de middeleeuwen komt die voor, die is bijna overal weg. Hier is je nog bijvoorbeeld in een heel eenvoudig woord als gezicht, maar dan in Groesbeek zeggen we gezeegd. En die ik-klank, dat is heel bijzonder. Wilma, hoe ver zijn we? Nou, alles zit er zo'n beetje in. Volgens mij de aardappelen, de hele handel zit erin, de bonen zitten erin. Alleen het vlees moet er nog bij. En dat is dus echt even handwerk. Dan krijg je dus echt het uitpeuteren van de bordjes. Dat jullie mij nou zo lekker laten doen. En dan wordt dat in stukjes gesneden en dat komt er op het laatste moment bij. Het is een maaltijdsoep, dus je hoeft er eigenlijk als het goed is niet eens meer iets bij te eten. Heb jij dialect nog gesproken op school toen je klein was? Ik ben ermee opgegroeid. Mijn ouders spraken dialect, de buurt, de familie. Eigenlijk iedereen. Je groeide ermee op, maar op het moment dat je op school kwam, werd er eigenlijk pas heel negatief over gedaan. Het was voor ons heel normaal, iedereen sprak het. Dus het was gewoon mijn taal, onze taal. En dan kom je op school en dan wordt er in één keer, verstaan ze je niet. En doen ze gek als je een Groesbeeks woord gebruikt. Want dan werd er gezegd, ja, maar dat is dom en dat is, zeg het is goed, want je zegt het niet goed. En dan denk je, waarom zeg ik het niet goed? Het is toch altijd wel goed geweest? Dit is toch de taal waarin ik tegen, nou, altijd gepraat heb en waarin iedereen mij verstond. Werd het Groesbeeks gewoon weggedaan als iets wat waardeloos was. Dat iets wat minder waardig was. En dat was echt heel erg. Dat vond ik heel erg. Achteraf begrijp ik ook dat je daardoor een heel stuk emotie kwijt bent geraakt in de taal. Omdat je groeit op met emoties. In het Groesbeek kan je net zo goed zeggen dat je verdrietig bent. Of dat je kwaai ziet. Of dat je blij ziet. Alleen ja, dat mocht je dan zo in één keer niet meer zeggen. Jan, wat zijn de activiteiten van de... Ik kan de naam niet uitspreken. Sismiennekes. Nou, wij treden op in binnen- en buitenland, dus in Duitsland, in Groesbeek. We zingen voor bejaarden, zijn we mee begonnen. We zingen dialectavonden houden we, dus ja. Grensoverschrijdend. We zingen in de kerstmis, dus met kerstmis. Brengen uit cd's, muziek. Muziek en bandjes en zo. Van? Ja, ja ik heb er hier wat bij de hand. Dit is toevallig de laatste dan, dat was met kerstmis. Kerstmis kan beginnen. Maar we hebben boekjes, LP's en ook cassettes. En natuurlijk nu CD's. Wat een activiteit, wat is dit? Nou, dit was onze eerste LP en ook het eerste boekje. En het eerste boekje ging dan, daar staat bijvoorbeeld ook een lied in over de Groesbeekse pot.
met 34 Groesbeekse gerechten. Ik mag er misschien wat opzommen. Simmelemies, nou hebben we het gehad, over gehad. Vlierenpap, kwaakmoes, riefkuukskes, zwaardemaar. Wat is dat? Kwaakmoes? Kwaakmoes, dat is zuurkool. En ja, men zegt dan als vrouwen de hele dag hadden staan te kwaken, staan te kletsen, dan moesten toch nog rond etenstijd iets op tafel staan. En dan maakten ze maar gauw zuurkool en ze hadden dus gekwaakt kwaakmoes. Wasberrenkoek. Wasberren is heel, voor Groesbeek, ja dat hoort gewoon bij Groesbeek. Vanuit wasberren, dat zijn bosbessen. Hè. En om maar aan te geven wat voor woorden de mensen allemaal al hadden wanneer ze bosbessen gingen plukken. Want dat had al verschillende stadia. Eerst, je ging met een blikje dus het bos in. Eerst hoorde je gewoon toepen. Dan hoorde je die bosbessen op de bodem van dat blikje vallen. Dan hadden een dunne boijem, dan een dikke boijem. Dan was je kwarts, dan was je half vol. En dan was je drie kwarts, dan was je sliks. Dat betekent sliks vol, was het dus gelijk. Dan was je beurenen vol. En dan had je er, kon je er ook nog eentje hebben met een kop erop. En als kinderen gingen wij dus ook met mijn moeder mee naar het bos. En kregen ook zo'n blikje. En moeder had dan van die wasberrenmandjes, van die grote bosbessenmandjes. En wij plukten mee. En we riepen dat ook tegen elkaar. Moeder riep dan, hoe wie het ziede. En dan riep je, ja, drie kwarts. Dan wist moeder, oh, daar komt er direct weer een blik bij mij in die grote mand erbij. En dan hebben wij het nog meegemaakt in een tijd dat het misschien niet zo nodig was. Maar door de armoede gingen hier hele gezinnen, we hadden hier zelfs een bosbessenvakantie. En ging de hele gezin ging bosbessen plukken, puur om wat geld erbij te verdienen. In 1985 hebben we een LP gemaakt. En met daar een boekwerk bij, met schitterende tekeningen van Joep de Bekker, een kunstenaar hier uit Groesbeek. En er staat bijvoorbeeld ook al een heel lied in over eten, de Groesbeekse pot. En daar worden maar liefst 34 gerechten in opgesomd. En daar hebben we dus ook echt op het podium staan te zingen. We moes en stille moes en erpelen met spek. Moets en met de schalk van Groes en hangt al is van Groes. Moes en stille moes en erpelen met spek. Hoe ziet de toekomst van Groesbeek uit? Een diepe zucht. Nou, ik denk wel goed. Ik hoop dat ze toch in staat zijn om het eigene, het dorpseigene. En dan bedoel ik echt die vaste punten, een school, een kerk, een molen, een oud gemeentehuis, een klooster. Dat ze die toch in ere houden. Dat je niet zo'n dorp krijgt wat overal had kunnen liggen en nergens. Dat je jezelf herkent in het dorp waar je woont. Dat vind ik wel belangrijk. Voordat ik afscheid van u neem, heb ik nog de volgende mededeling. Aanstaande vrijdagavond vanaf ongeveer 6:30 kunt u live meekijken naar de sleuteloverdracht aan de prinsen en prinsessen uit onze gemeente. En natuurlijk zenden wij aanstaande zondagmiddag vanaf 2:30 live de carnavalsoptocht vanuit het Keulen van Gelderland uit. Ik dank u voor het kijken, een hele fijne week en graag tot de volgende keer.